Ik ben Moes Tramhaus. Moes, zoals de meeste mensen mij kennen. Ik ben geboren in 1970 in Königslust, in de voormalige gemeente Helje. Hoi. In 2010 ging Helje op in de nieuwe gemeente Pelemaas. Een schone plattelandsgemeente met 11 dorpskernen. Al die dorpen hebben een eigen identiteit en dat is maar goed ook. Ik woon er hier, samen met mijn vrouw Nadia en onze drie kinderen. Onze papten kwamen in de jaren 60 naar Nederland om te werken in de fabriek. De nood was heel hoog voor personeel. Een eerlijke boterham verdienen en op hun eigen been staan, dat was belangrijk. En dat is voor heel veel mensen vandaag de dag nog steeds zo. Brood op de plank krijgen en op hun eigen been staan, dat is altijd wat ik met heb gekregen. Iedereen kan met zijn talenten een bijdrage leveren aan de maatschappij. Als juffrouw, metaalbewerker, chauffeur, dokter of de politie. Het maakt allemaal niks uit. En wat te denken van de mantelzorgers, de jeugdtrainers en al die andere vrijwilligers. Ik kan niet duk genoeg zeggen hoe die belangrijk zijn voor de samenleving. Iedereen heeft kwaliteiten. Iedereen kan iets betekenen voor deze schone maatschappij. En dan zeg ik, doe werks, doe zit op school of doe best vrijwilliger. Ik heb nu ruim een jaar de eer en het voorrecht om als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer te mogen werken. En mijn werk zit er nog lang niet op. Er zijn nog zoveel zaken waar ik me geld voor wil maken. Voor een sterker Limburg, maar ook voor een beter Nederland. Mocht ik de 15e maart al op u stem rekenen?